De belangrijkste verandering is gelijkheid voor vrouwen. Op alle vlakken. Mijn naam is Nina van La Casita, een kleine bar in het centrum van Brugge. Mijn ouders, Kaatje en Rick, hebben een tapasbar. En daar hielp ik vanaf ik oud genoeg was. Toen besefte ik wel dat ik heel graag met mensen omging. En dat ik er echt naar uitkeek om daar in de zaak te werken. Ik heb wel het gevoel dat ik als vrouw me iets meer heb moeten bewijzen tegenover mijn collega's. Naarmate ik het echt deed met passie en dat ik me inzette en er echt bleef voor gaan, merkte ik wel dat dit zoals als mannen en vrouwen werd geapprecieerd. Ik heb altijd heel veel steun gevonden van mijn collega's. Ik heb niet echt het gevoel dat de maatschappij mij weerhoudt omdat ik een vrouw ben in de horeca. Dat is vooral met mensen omgaan. Heel veel mensen zien nieuwe verhalen, innovatief zijn, nieuwe producten leren kennen. Ja, als ik andere vrouwen zie op evenementen en ze hebben ook een bar of ze zitten in de sector, vind ik het superleuk om met hen te communiceren en eigenlijk te praten hoe dat zij met bepaalde zaken omgaan. Durf je eigen stempel te drukken. Blijf jezelf, blijf letten op de details. Ik vind het een heel mooi project. Ik vind het echt fantastisch om met vrouwen samen te werken. Dus ik was heel vereerd dat ik mocht meedoen aan dit project. El Porel, by Lillet.